actie. Hey jongens, tof dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Kevin en in deze video ga ik het hebben over een tool waar toch best wel veel vragen over zijn, zo in het veld als ik mee werk. Namelijk de klepper. Wat moet je daar nou mee? Is het alleen maar voor show? Is het leuk? Is het alleen maar om te laten zien, hé, we gaan wat doen, we gaan filmen? Dat zijn vragen die ik krijg op het moment dat ik ergens aan het werk ben. En soms wordt het ook als gedaan met gewoon een simpele flap. En toch vragen mensen dat ook. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga er gewoon een video over maken. Het kan maar zo zijn dat jij daar zelf ook nog niet mee gewerkt hebt. En waarom zou je ermee willen werken? Nou, ten eerste, wat is eigenlijk de reden waarom je dat wilt doen? En waarom het ook geluid maakt? Dat heeft ermee te maken dat ik neem nu op met de camera en ik neem extern op met de microfoon die ik hier heb op een recorder. Als je op een gegeven moment in edit het naast elkaar wilt gaan leggen, moet het wel synchroon klinken. Natuurlijk kun je zelf gaan zitten schuiven met je audiospoor en je beeld om dat te matchen. Maar je moet bedenken op het moment dat je met een project bezig bent, dan kan dat best wel tijdrovend zijn. Dus dan is het heel fijn dat jij meteen weet van, oh kijk, daar zit de klap, want je ziet namelijk in je audio file, in je audio spoor zeg maar, zie je een piek en je ziet het natuurlijk ook in je opname. Ik neem nu namelijk op met de camera, die neemt ook geluid op. Dat geluid is niet zo goed, een ingebouwde microfoon in de camera is nooit goed. Ik gebruik dus daarom liever goede microfoons voor. En als je dat dan extern opneemt, omdat extern ook vaak nog beter kan opnemen dan in een camera, dan wil je dat met elkaar matchen. Beide heeft geluid, dus op het moment dat ik dit doe, heeft zowel het audiobestand, dus het spoor van de audio van de camera, een piek. En de microfoon, die extern, hier ook. Nou, die lijn je gewoon uit en dan heb je het eigenlijk mooi gesynchroniseerd. En dat is eigenlijk waarom dit wordt gedaan. Wat ik al zei, je kunt het ook gewoon simpel doen met een klap. Het maakt in feite eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus waarom moet je dan dit hebben? Nou ja, met een klap kan dat natuurlijk ook. Ik doe heel vaak eigenlijk mijn video's en mijn eigen video's eigenlijk bijna altijd met gewoon een klap. Als je maar een piek maakt in je audiofile en dat dan makkelijk kan synchroniseren. Maar dit, ja, dit biedt namelijk ruimte voor informatie. En dat is heel belangrijk. Dus deze is geschikt op het moment dat je eigenlijk met projecten werkt waarin je filmde sequences hebt. En het doel daarvan is dat op het moment dat jij een bepaalde sequence gaat starten, een opname gaat starten uit een bepaalde sequence, de informatie zet je namelijk hier helemaal op. Dus het is gewoon visueel zichtbaar wat voor een take dit is. De hoeveelste take dit is. Welke sequence het is. Dat is makkelijk. Ook zelfs informatie tot welke kaarten. Want deze is bijvoorbeeld helemaal blanco. En ook de indeling ervan. Dit is een basisindeling. De basisindeling die komt gewoon zoals die wordt aangeschaft. Daar zit ook wel weer verschil in. Maar vaak zien ze er gewoon zo uit. Je kunt dat zelf natuurlijk gewoon in customize. Je kunt het nog veranderen. Je kunt op een gegeven moment bepaalde dingen weghalen. Ik heb bijvoorbeeld zelf mijn laatste sleet nog hier. Een beetje, maar hier heb ik dan mijn eigen sleet. En nou, zoals je ziet, heb ik net even wat meer dingen erop staan. En ja, dit vond ik fijn werken. En dat was ook gelijk eigenlijk een try-out. Want het is elke keer weer een, zo zie ik het dan zeg maar, gewoon een try-out van wat vind je fijn werken met welk project. Dus dan zou ik bijvoorbeeld kunnen neerzetten wat voor kaart gebruik je. Heb je een B-cam of een A-cam? Weet je, als je met meerdere camera's werkt, dat vond ik ook erg fijn om informatie neer te zetten. Welke framerate werk je? Wat is je beeldverhouding? Welke look gebruik je? Of gebruik je met log? Of zit je gewoon op een bepaald Cinelight D? Dat soort dingen vond ik heel fijn om erop te zetten. Voor mezelf vond ik ook fijn om te zetten wat voor een bestandsnaam de foldernaam zeg maar het heeft. Zodat ik dat later makkelijk terug kon vinden. Dus dit is eigenlijk een beetje op eigen smaak. Dus even terug naar deze. Dus hier mooi blanco. Je kunt ook gewoon echt dingen weghalen. Je kunt het gewoon wegtapen. Dat het niet storend is. Mijn advies is op het moment dat je hiermee gaat werken, ga er gewoon mee aan de slag. En kom er zelf dan gewoon achter van, hey, welke informatie had ik eigenlijk hier willen zien. Dan kom je er vanzelf achter. Je kunt natuurlijk ook gewoon de sleet van een film pakken. Of van, hey, dat vind ik een vette film. Of dat spreekt me aan. Of je hebt een bepaalde
cinematograaf waarvan je denkt, hey, dat ik wil eens kijken hoe dat werkt. Je kunt het gewoon kopiëren, je kunt doen wat zij doen en probeer ermee te werken en kijk dan daarna wat overbodig is. Want overbodige informatie is alleen maar storend, maakt het ook weer krap. Dus zorg gewoon voor dat jij dingen gebruikt die hierop nodig zijn. En je kunt het natuurlijk gewoon lekker op clearen. Je kunt het gewoon met uitwisbare stiften gebruiken. Je kunt ook gewoon geprepareerde stukken gebruiken zoals ik hier heb. Vond ik ook wel fijn voor bepaalde projecten. Dan hoef je niet elke keer hetzelfde neer te zetten. Dus dan heb ik bijvoorbeeld gewoon zoiets als dit. En dan kan ik gewoon zo de reis van. Oh. Ik wil erop plakken natuurlijk. Dan pak je het er gewoon zo op. Dat vond ik toen fijn. Je kunt ook gewoon zeggen van ik gebruik tape. Als het maar in ieder geval voor jou werkt. Je kunt het daarna weer lekker schoonmaken en dan weer een nieuw project. Het idee is dus eigenlijk, op het moment dat je dit gebruikt, dat je hem eigenlijk altijd vanaf het begin af aan in je shot brengt. Dus voordat de opname loopt, breng je hem in shot, zoals nu, waar hij ook zichtbaar is. Dus ook nog eens een keer scherp gesteld. Dus je gaat hem niet zeg maar ergens daar neerzetten, want dan zie je het nog niet goed, ook uit het licht. Nee, zet hem hier neer. Je doet het meteen bij de start. En waarom is dat belangrijk? Op het moment dat jij elke take meteen zo begint, dan heb jij, later met posten, heb jij elke thumbnail meteen een visuele weergave van wat gaat er in die take gebeuren. Dat is heel belangrijk voor de editor. De editor kan er zo super snel doorheen. En die weet ook meteen welke takes niet nodig zijn. Op het moment dat hij een sequence ziet met take 3, 4, 5 en weet hij, nou, hoppa, we pakken de laatste. Of als hij een andere instructie krijgt van je moet de take 5 pakken, dan kan hij gelijk daar naartoe. Dus het werkt gewoon super snel. En vooral ook als je met een project werkt waarbij je eigenlijk verschillende willekeurige volgorde gaat filmen. Dan is het wel zo fijn dat je een informatie hebt zodat de editor eigenlijk gewoon mooi zelf kan categoriseren. Bij elkaar kan neerzetten en eigenlijk meteen qua thumbnail meteen kan zien, hey, dit is hetgeen die ik moet hebben. Dat brengt ons wel naar de volgende uitdagingen. En waarom ik daarom ook zeg, soms kan ik het zelf met een klap doen. Op het moment dat je dat doet, betekent het wel dat hij altijd scherp in beeld moet zijn. Dat betekent ook dat jij altijd daarheen moet. Stel je voor dat je bent zelf de cameraman, je hebt geen assistent of wat dan ook. Dan moet jij daarheen rennen, dan moet je dit klappen en dan loopt je camera eigenlijk al een beetje struggles. Wat je vaak kan doen is gewoon dus aan de persoon geven die opgenomen wordt. Maar op het moment dat je dus iets op gaat nemen waar geen persoon staat die je kan vasthouden. Wat ik zelf wel eens wil doen is hem ergens gewoon neerzetten met een statiefje of even met een clamp, dat ik hem even neerzet op de plek, dat ik altijd dit shot in het begin heb en daarna haal ik hem gewoon weg. De camera blijft gewoon rollen en je kunt verder. Dus er zijn gewoon even creatieve dingen die je daarin moet vinden. Het mooiste is wel op het moment dat je iemand filmt of een assistent hebt die je kan gebruiken, dan is het zo fijn in je post dat je dan zeg maar gewoon makkelijk aan de hand van thumbnails snel door je project kan. En natuurlijk kan het een keer voorkomen dat je het vergeet, ook niet erg. Ik vergeet het zelfs ook wel eens, zolang de camera loopt, doe het dan lekker aan het einde. Op het moment dat je een thumbnail hebt waar je dit niet hebt, dan kun je altijd denken, oh, ik heb hem aan het einde gesleed, endsleed of tilsleed en dan bam, doe je gewoon aan het einde nog. Je kunt in ieder geval het synchroniseren aan het einde ook, maar je hebt ook de informatie voor de editor op het einde staan. Ik zit even te denken, heb ik nog verder nog dingen? Nou ja, dat is het eigenlijk. Je zorgt altijd voor dat hij goed in beeld is, scherp is, ook in licht. Kan natuurlijk voorkomen. Even goed kijken of ik een lampje heb. Kan natuurlijk voorkomen dat het donker is. Let op. Anyhow, op het moment dat je dus werkt en je zit ergens in het donker, wat je ook altijd kan doen is gebruik maken van een lampje. Zet je erachter, kijk, dat is fijn als het dus doorschijnend is, dan zet je gewoon een lichtje achter en heb je altijd op het moment dat het donker is, kun je gewoon het op deze manier doen. Dan zie je altijd informatie. Nu zie je natuurlijk wel er doorheen de flapjes die ik op de achterzijde heb staan. Die zie je natuurlijk er doorheen, maar die moet je dan natuurlijk daar niet hebben. Wat zie je er van jou? Dankjewel. Dat zal ik straks even doen. Anyway, dus wat je ziet dus, is ook in het donker lampje erachter en je kunt gaan. Lampje er even aan. Daar, we zijn er weer. Zo vet, dit lampje is zo vet. En daar zou ik aan. Fantastisch. Kleine tubes, even kijken. Dus dat is eigenlijk de video voor vandaag. Dus dat is eigenlijk waarom we een klapper hebben. Kleine opmerking, op het moment dat je denkt, hey, ze hebben ook wel eens een keer zo'n display erin staan, ziet er nog fancier uit. Ja, dat klopt natuurlijk. Werken ze met timecode. Timecode gaat net even een stapje verder en dat heeft ermee te maken dat je camera een timecode moet hebben. En wat je dan doet is eigenlijk aan de hand van timecode werken. Dat betekent eigenlijk dat je letterlijk niet meer hoeft te synchroniseren. Jij laat gewoon je project in aan de hand van timecode en dan is alles gesynchroniseerd. Dus je camera's, camera A, B, C, wat dan ook, is allemaal getimecode opgenomen dan wel.
Is dan allemaal gesynchroniseerd als je dus zo'n timecode slate hebt met zo inderdaad zo'n, zo'n display erop. Dus ja, maak hem vooral gewoon zoals jij wil. Lekker makkelijk en simpel of heel uitgebreid als jouw team en jij dat nodig hebt. Zodat jullie allemaal beter en efficiënter kunnen werken. Dat was de video voor vandaag jongens. Ik hoop dat je het leuk vond. Ook even een andere setup. Mocht je toch vragen hebben over dit of wat dan ook, laat het even weten in de comments beneden. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en dit soort video's leuk vindt om te doen. Te kijken. Ik vind ze leuk om te doen. En jongens, bedankt. Tot de volgende keer.